draait al. Hij draait al, jongens. Oké, ik heb er energie. Maar wat zit je ver naar voren? Alsof je de kijkers wil imponeren met, ja, met mijn overtuiging. Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van de Hot Coffee Show. De show waar we elke week jullie hete stellingen beantwoorden. Of we brengen zelf een stelling naar de tafel. En we hebben hem lang niet gezien, want hij is zo druk. Maar het heeft hem behaagd om weer een keer hier te komen. Het is de one and only. Jullie hebben erop gewacht. Hij is er weer. Doe juichen. Gooi slipjes. Marcel Schaap. Ja, dankjewel Peter. Leuk je weer te zijn. En ik moet wel eerlijk bekennen, het kwam vooral omdat jij op je knieën huilend mij opbelde van wil je alsjeblieft nog een keer langskomen? Anders was de ver weg niet eens in de buurt geweest. Nee, snap ik. En ik zou het normaal kunnen ontkennen, maar het is gewoon allemaal echt gebeurd. Ik heb gesmeekt, ik wilde gewoon weer een keer een koffieshop doen met Marcel. Nee. Hij is er. De echte reden was, is dat Peter en ik waren uit eten en er kwam een bepaald punt op tafel. Nou, en ik heb nog nooit iemand zoveel vuur in zijn ogen zien spuwen. Uit zijn ogen zien spuwen, sorry. Nou, het ging namelijk zo. Ik zei dat Fortnite beter is dan PUBG. Gaat het? Ja, dat triggerde mij. Want het is feitelijk incorrect natuurlijk. Maar het is. Nee, maar wat heb jij met Fortnite? Want jij bent natuurlijk heel erg in de e-sports. Ja. Nu is Fortnite nog geen e-sport. Fortnite is ook helemaal niks. Het is juist PUBG is juist heel erg up-and-coming momenteel. En Fortnite, ja, daar is eigenlijk nog helemaal niks voor. Nee, terwijl Fortnite groter is dan PUBG op het moment. Ja, momenteel Twitch verbreekt het alle records. Volgens mij is het zelfs groter dan PUBG was op een hoogtepunt. Je hebt een bepaalde streamer, die heet Ninja. Die is zo geweldig, die krijgt zoveel volgers. Alles groeit zo snel. Kijk op YouTube alleen nog maar Fortnite-video's overal. En ik denk dat er wel een bepaalde reden achter zit. Ja, en dat is dus waar je het fout hebt. Want, kijk, neem maar Mars. Luister, jij bent een YouTuber. Raar maar waar. En jij spiegelt al jouw succes in je leven, spiegel jij aan wat er veel gestreamd wordt en wat er veel ge-YouTube wordt. Als dat zo is, dan zou de game dagelijks HD echt een supergoeie game zijn. Maar dat is, ja, weet je, Minecraft, games die, weet ik die game ook weer, dat je met rolstoelen en zo tot bloedens toe jezelf naar beneden rijdt. Hoe heet die game ook weer? Anywho, dat soort games zijn dan ook heel goed. Weet je, dat is gewoon niet waar. Het YouTube-kijkend publiek heeft niet gelijk als het gaat om goede games. Nee, maar ik denk wel dat Fortnite een bepaalde entertainment naar de tafel brengt. Het is gewoon gratis. Het is gewoon gratis en die kinderen die willen een gratis spel. Dat is de reden. Nog iets. Weet je, PUBG is gewoon, hoeveel kost het nou tegenwoordig? 30 euro. 40 euro? 30 euro, ja, precies. 30. En is het alleen nog steeds op Steam of is het ondertussen ook al op de consoles uitgekomen? Xbox One is het. Xbox One. Maar het is niet zo'n hele goede versie. Fortnite is meteen, nee, ik hoor, daar heb je allemaal last van de servers en zo. Zeker, ja. Fortnite heeft gezegd, we gaan uitkomen op de PlayStation, op Xbox. Dat is ook direct gedaan. Het wordt gratis, hebben ze ook direct gedaan. De servers vooralsnog, er zijn wel wat problemen natuurlijk. Maar het draait allemaal. Ja, joh. En als ik naar een game kijk, dan kijk ik 1000 keer liever naar Fortnite dan PUBG. Maar jij houdt niet van een strategisch spannende gameplay? Juist wel, heel erg. Nee, maar Fortnite, kom op, dat kun je niet maken. Weet je, ik snap bij, kijk, PlayerUnknown's Battlegrounds hebben echt wel wat problemen. Maar die hebben ook een uitdagendere. Nee, maar die hebben ook een grotere uitdaging om een game af te krijgen. Ik ben het helemaal met je eens, dat had veel eerder gemoeten. Maar als je gewoon een realistische shoot, tactische shooter wil maken, is gewoon moeilijker dan een of ander tekenfilm poppetje tegen elkaar. Ja, heb je gezien hoe met die O-benen die gasten allemaal bewegen? Dat snap ik, dat is stijl. Maar dan is het wel makkelijker om te maken. Om heel eerlijk te zijn, maak kleinere mappen. Superleuk. Kleine juist mapjes. Dat die meme factor die erin zit. PUBG mist die compleet. Ja, omdat het gaat om een goede gameplay. Een goede, diepe gameplay. De meme is als iemand een keer met een motorrijder een backflip maakt en toevallig iemand raakt als hij uit zijn motor flipt. Nogmaals, dat jij de kwaliteit van een game spiegelt aan de hoeveelheid memes die worden gemaakt, dat is prima. Weet je, dat is prima. Maar zo kijk ik niet naar computerspelletjes. Mijn ondergrens is altijd heel veel memes en dan alles wat er boven komt. En dan heel veel YouTube en dan heel veel Twitch. Nog iets wat ik een heel mooi aspect vind aan Fortnite, wat ik denk dat PUBG heel erg mist, is het bouwelement. Ja, dat is dat oké. Sorry, wat wou je zeggen? Nou ja, op heel veel punten heb je wel een beetje gelijk, maar hierop slaat echt helemaal nergens op. Dat bouwelement, dat past namelijk helemaal niet bij het spel. Nee, het is super raar. Je hebt mensen die in één keer hele hoge torens gaan bouwen. Wat heel dom is, want de bedoeling is dat je helemaal niet gezien wordt. Ja, dus dat is al heel raar. Maar dat bouwelement, dat komt uit het oorspronkelijke Fortnite. Dat je door zombies infested was en dan was het bouwen nuttig.
Het bouwen slaat eigenlijk helemaal nergens op in de Battle Royale modus. Ik heb zoveel tactieken gezien. En je kan trouwens ook vallen bouwen en zo, hè. Mm-hmm. Maar ook gewoon mensen die hele hoge torens bouwen, trampoline erop zetten, eroverheen gaan. Hup, nog een keer een parachute uitklappen of wat is het, een vlieger. Ja. En dan gewoon even achter een berg komen waar ze normaal geen zicht hadden. En gewoon een andere gast neerschieten. Ja, nee, dat is vet. Het kan vet zijn, maar het is ook wel zo dat bouwen, je bent heel lang bezig met bouwen. En de kans dat je bouwproces overleeft is heel klein in Fortnite. Omdat de mappen niet zo groot zijn. Nee. Oh, nee. Je kan zeg maar gewoon een rondje blijven spammen. Rondjes blijven draaien en vervolgens iedere keer elk muurtje aanklikken. Als je genoeg resources hebt natuurlijk. Ja, zoiets. Moet je eens verzamelen. Ja, dat klopt. Superleuk. Elk potje weer opnieuw. Stel je komt in een huis en je wil een heel goed. Je vindt vaak hele goede kistjes op verborgen ruimtes met een huis. Als je de muur pas eruit sloopt. Ja, dat is waar. Of als je bepaalde elementen eruit hamert, dan pas komen er leuke dingen tevoorschijn. Ja. Maar PUBG is juist heel erg van oké, ik word ergens gedropt. Hopelijk vind ik iets. En hier ga je gewoon een huis in. Dan denk je van oké, misschien het achter. Ja, maar daar hoop je ook wat je wilt vinden. Ja, je gaat alleen op een andere manier zoeken. Ja. Dat is waar. Maar dat is leuk van Fortnite. Je hebt helemaal gelijk. Ik hou alleen heel erg van de spanning die PlayerUnknown's Battlegrounds met zich meebrengt. Die vele malen hoger is. We weten allemaal, Fortnite is een veel sneller spel dan PUBG. Ja. En de strategie en de langzaamheid van PUBG maakt ook dat het een hele andere shooter is. Sowieso. En ik hou daar meer van. Ik hou van een spanningsopbouw. Ik vind het niet leuk als allemaal moeite in één keer weggegooid is. En omdat PUBG wat uitgestrekter is en wat groter is, heb je eerder zicht op mensen. Het is wat spannender met geluid in huizen en zo. Ja, klopt ook. Het is gewoon een hele andere game eigenlijk. Behalve dat het hetzelfde genre is. Fortnite heeft het gewoon gekopieerd van PlayerUnknown's Battlegrounds. Dat is sowieso waar trouwens. Helemaal waar. Ja. Maar omdat het zo'n ander soort spel is in de basis, voelt het ook best wel als een andere, echt een andere Battle Royale game. Ik kies voor PUBG. Jij kiest voor Fortnite. En toch zijn we hele goede vrienden. Nog wel. Nog wel. Straks als de camera uitgaat. Ja. Ik daarom blijf ook doorpraten. Nou, ik hoop dat die aanblijft. Echt heel bang. Ik snap het wel. Ik moet hem altijd gelijk geven. Bedankt voor het kijken. Wat vinden jullie eigenlijk? Ik vraag me af hoe dat bij Gamerset zit. Want ik heb het idee dat Gamerset.nl publiek heel erg op de PUBG kant zit. Maar ik heb het idee dat Gamerset YouTube publiek misschien wel meer naar Fortnite kijkt. Ik wil het graag weten. Ik denk het ook wel. Hè? Ben je een tactische shooter of ben je juist meer voor de fun? Voor de fun, voor de, fun, voor de memes en voor wat iedereen leuk vindt. PUBG is een niche game. Ik hoor het zeggen. Dat is ook niet helemaal. Maar ontzettend bedankt voor het kijken. Mocht u zelf ook een leuke stelling hebben, en laat die weten in de reacties. En vertel ook bijvoorbeeld wie je zou willen dat die stelling beantwoordt. Dat zou ik bijvoorbeeld kunnen. Ja, ik snap dat niemand naar mij gevraagd heeft. Niet wel, nou ja, ik heel erg. Maar je zou kunnen zeggen van, oh ja, Peter, je hebt laten God of War gespeeld. Misschien moet je het even met Daniel over hebben, want dat is natuurlijk PlayStation man. En hij heeft een baard. En hij heeft een baard, dat is ook wel leuk. En God of War, dat is leuk. Ja. Gratis ook. Gratis ook. Ja. Dus laat het even weten in de reactie en laat ze weten wat je beter vindt. PUBG, Fortnite en waarom. Bedankt voor het kijken. Dankjewel Marcel. Geen probleem. Zeg jij even tot volgende week? Tot volgende week. Yes, die moet volgende week weer komen.